Frank uit Wijchen is al jarenlang vrijwillig verkeersregelaar. Hij vindt het onbegrijpelijk dat er zo weinig animo voor dit werk is. Ja, dat is een hele sterke afname. Sommige mensen willen geen verkeer regelen omdat ze op straat moeten staan. En sommigen zijn dan ook een beetje bang dat ze misschien aangereden worden. Er zijn mensen in Nederland die aangereden zijn, zoals het geval IKEA. En sommige mensen zijn ook bang dat ze niet verzekerd zijn. Maar bij elke organisatie waar je verkeersregel regelt, dan ben je verzekerd. Dus dan hoef je eigenlijk niet bang te zijn. En het gaat ook om, je krijgt ook bij alle evenementen een lunchpakketje, een briefing, drinken, zoveel als je maar wilt. Frank vindt dat verkeersregelaars een onmisbare bijdrage leveren. Ja, als je vrijwilliger wil zijn, ja, dat is gewoon keimooi. En als er mensen zijn die dan geen zin hebben om vrijwilligers te zijn, ja, dan houdt het op. Ook voor evenementen, alles. Met vrijwilligers, dan moet je het opbouwen. Met een waslijst aan vrijwilligerswerk dat voor een groot deel bestaat uit verkeer regelen, is hij niet onopgemerkt gebleven. Ik heb in januari de zilveren draagspeld gekregen en een oorkonde erbij. En ja, daar ben ik gewoon trots op. Ik ben 20 jaar vrijwilliger voor de gemeente Wijchen. En ik doe het nog steeds met hart en nieren. Ja, ik ben gewoon niet weg te slaan hier. Al ruim 15 jaar staat hij met plezier op het wegdek. En daarmee kan hij ook andere mensen in dit vak wegwijs maken. Er komt namelijk veel bij kijken. Zo moet je als regelaar goed overzicht kunnen bewaren, duidelijke aanwijzingen kunnen geven en de verkeerssituatie haarfijn in kunnen schatten. Maar gelukkig krijg je alle nodige lessen zodra je je voor dit werk inschrijft bij de gemeente. Dus ik zou zeggen, mensen, hebben jullie zin in verkeersregelen? Doe het, hè. Dat is goed voor vrijwilligerswerk, goed voor de evenementen. En de gemeente is er blij mee. En ja, we krijgen die Vierdaagse weer over de straat heen. En hoe meer vrijwilligers, hoe veiliger het wordt.